Ik vind het zo leuk. Hij begon echt goed, zeg maar. Hij begon echt goed. What's up mensen en welkom bij alweer een nieuwe video, een nieuwe reactievideo. We gaan vandaag weer reageren op een battle van vroeger. En ja, ik heb het zoveel in de comments gezien. Alsjeblieft reageren op die 2 tegen 2. Nou, hij is er eindelijk. Dames en heren, Frazi. Dat ben ik. Jawel, hij is er. Wij gaan vandaag reageren op een battle die wij samen hebben gedaan. Mm-hmm. Hoe lang heb jij deze battle niet gezien? Wow, lang. Ik kan niet zeggen hoe lang, maar wel lang. Ik denk ook wel een goede 3-4 jaar of zo. Ja, misschien een langer. Ja. Ik weet niet, maar het is wel echt al een lange tijd geleden. Wat ik me wel nog kan herinneren van deze battle, is dat wij deze battle gingen voorbereiden. Want ik woonde toen in België, jij woonde in Zeeland. Mm-hmm. Dus we woonden niet echt heel dicht bij elkaar, maar wel prima. Maar ook niet super ver. Nee, precies. Dus we gingen dan apart, zeg maar, gingen we schrijven en dingen over de app en zo met elkaar bespreken. Ja. En dan gingen we oefenen in de schuur. Ja. Dat was echt een legendarische tijd. In mijn legendarische schuur. Oefenen in de schuur. Ja, man. Dat was maar ik weet ook nog, zeg maar, dat we tegen de muur aan gingen rennen. En zo tegen die muur. Alsof zij het waren. En precies die performance, zeg maar, die je hier straks gaat zien, dat deden we gewoon in precies de schuur. Precies die. En zeg maar, dan stond Waldo daar en we wisten precies wie waar stond. Ja, je weet toch? Ja. En alles moest ook gaan volgens dat traject, zeg maar. Ja, je weet toch? Die patroon was heilig. Hebben wij hierna nog een keer gebattled? Was dit onze laatste battle? Nee, ik heb hierna nog een battle tegen Santios. En ik tegen Shiro. Jij hebt volgens mij nog 2 battles gedaan daarna, man. Zou het? Maar ik kwam hier naar Ler en daarna kwam Shike. Ik heb helemaal geen idee meer hoe die... Ja, ik heb gewoon geen zin om naar al die data te gaan kijken. Ja, ja. Maar, zullen we er gewoon induiken? Ja, zeker wel. Ik heb er zin in. Ik ook. Stel voor. Oké, what up? Ik ben Nadje. Volg me op Twitter. Oh, nee, je mag. Ad Nadje. Oh, je gaat wel weg. Let's go. Vieze Frazi, represent Boys of Nowhere, Base Mentality. Oh ja, dit was ik helemaal vergeten. Dus... Dus Kosso kwam toen, zeg maar, gewoon voor support, je weet toch? Helemaal uit Limburg. Hij kwam met zijn brada, kijk daar hier zijn broer. Hij zei tegen mij van, hey bro, zou je in die intro gewoon even een shout-out kunnen doen naar Basement Records? Dat was, zeg maar, je weet toch, hun groep. Yeah. Dus ik zeg, ja man, sowieso man bro, je weet toch, I got you man. Maar in die tijd was Base Mentality ook een ding, zeg maar. Ja, dat was een rap battle in Zweden. League in Zweden, volgens mij. En ik ging daar gewoon helemaal verkeerd, man. Ik wou maar ook de zenuwen, toch? Ja, toch? Die Base Mentality ook, man. Jullie zijn hard, man. Ik zie jullie. We zagen jullie er al, zeg. Maar niet. Kijk, daar kost het. Samen lukken we. 076-136-1399. Ik ben even zeggen, Kostnaar, die twee, dat zij de eerste rappers zijn die ervoor uitkomen dat ze een homo-relatie hebben. Het is, zeg maar, ik vind het altijd awkward als je, zeg maar, al in de intro iemand wilt dissen. Yeah. Bro, de battle is al niet begonnen. Als ik wist dat je dat ging doen, had ik het misschien ook wel gedaan. Maar wat is jouw probleem? Je weet toch? Maar ja, goed begin. Goed. Waldo en Zuiderstorm is er. Oh ja, hier kan ik me nog herinneren. Want jij kijkt daar zo echt zo naar mij met doortastende ogen. Yeah. We hadden iets afgesproken. Ja man, klopt. We hadden iets afgesproken dan, maar het lukte niet. Nee, ik kapte er expres mee, omdat ik zag dat Waldo niet echt crowd response kreeg. Ja, zeg precies. Maar, met zijn dingen. En dacht ik van, ja, als wij dit nu doen, dan zijn wij net zo nep als hun. Ja, nee, ja precies. En toen begon je al, toen zei je kop, maar ik zei ook gewoon kop expres. Yeah, je weet toch? Yeah. Dus het was al gewoon... Yeah. Ik ben echt benieuwd, man. Wat is dat? Jezus. Ja. Let's go. Ik vond het weer eens tijd worden om 2 rappers af te slachten. Vormde een team met Zuiderstorm, tegenstanders, Char en Maxje. Nee, dit zijn Nadja en Frazi. Dit zijn pas echte domme teven. Oh, ik dacht al, waar is Maxje's kont gebleven? Mijn moeder heeft een snor, een vieze kut en is een domme hoer. Dat was de helft van zijn verse, dus nu is gelijk zijn mond gesnoept. Ook mooi dat wij steenpapier schaar daar aan het doen zijn. Ook voorbedacht. Mooi. Hey, jullie hebben een grote fanbase, maar je kan op Facebook en Hive zien. Het zijn alleen Turken van 12 en meisjes van 15. Ja, enkel. Ja, enkel pubers of jongen vinden dit duo bijzonder. Als jullie ooit getekend worden, is het door Studio 100. Even naar jullie fans.
Jullie zijn te jong om het in te zien, maar dit zijn echt twee gare rappers. Fucking aandachttrekkers. Echte hippie fans willen niks met ze te maken hebben. Waarom? Ja, dit zijn toch Bassie en Adriaan, ja. Peppy en Cookie, Bert en hip-hop. Ali. Hip-hop. Ernst en Bobby, Jesse en Ali, Mickey en... Het waren wel echt wel een, goed, hoor. Ja, het was wel zeg maar, een leuke scheme, zeg maar. Ik weet niet, volgens mij 6 bars of zo, ik weet niet hoe lang het duurde, maar het was wel leuk gevonden. Ja. Je weet toch? En het rijmt ook wel tof. Adje en Frazi, kinderlijk duo. Maar wel, zeg maar, de eerste echte crowd response, zeg maar, in hun ronde of zo. Het duurde best wel lang voordat ze zeg maar, echt de publiek te pakken hadden. Gewoon met bier drinken en mijn eerste bier tikt, dan zag je die flikkers om 1 uur of 4 pittend in hun wieg liggen. Hey, en omdat jij het nodig vond mij jou voor de battle te beledigen, kan ik je verzekeren dat je niet meer op respect moet rekenen. Maar toch wil ik je bedanken dat je zo begint, want het is makkelijk battelen nu ik je echt een klootzak vind. Wat is er gebeurd? Ik weet niet meer precies, maar ik kan me ergens herinneren dat we in de schuur waren, ook gewoon met het oefenen dit dat, maar toen gingen we ook filmpjes gewoon opnemen en zo, promo filmpjes dit dat. En volgens mij zei ik ergens op het einde van een filmpje zei ik iets van je bent de oude man of zo. Zoiets. Iets in die zin. Je gooide gewoon een shot zeg maar richting hij was toen 30. Je weet wel, dat is vrij heftig. Zuiderstorm was ook iets. Ja, Zuiderstorm was toen ook iets van 28 zo. Echt? Zeg maar, nee. Ik ben nog niet eens 28. Dat is sick. Wij waren toen 18 of zo. Ja man, klopt. Oké, maar er was wel zeg maar al een soort van, niet echt beef, maar gewoon weer toch, weet je? Nee, ja, gewoon een beetje stoer doen, toch? Ik kan geen beef hebben met Walden. Nee, tuurlijk niet. Voor een battle ga je een beetje... Ja, toch? Ja, toch? Jongen, jij bent echt niet gewelddadig of zo, dus hoe wil je mij gaan slachten dan? Al sla je me dood. Yo, wekkerlijn zijn van het allerlaagste niveau, so I put you in a box. En zijn vader heet Toos. Dat is een soort van een ding wat jij ook gebruikt, toch? Ja, kijk, je had dus, I put him in the box lines, en dan ging je het, zeg maar, die vergelijking moest iets met een doos te maken, maar ik deed dat gewoon niet. Dat was een soort van mijn dingetje aan het worden, dus ik zei gewoon, I put him in the box, en dan zei ik gewoon, je moeder is dit, je weet toch? Ja, precies. De mensen vonden het helemaal geweldig, omdat ik opeens iets anders zei. En nu hebben ze het tegen jou soort van gebruikt. Ja, leuk. Leuk bedacht. Ah, nu mogen wij. Je dacht wij volgens mij van... Klaar. You guys fucked. Hey, jij kale flikker, ga je haren knippen. Ik vind het zo leuk. Hij begon echt goed, zeg maar. Hij begon echt goed. Ik vind alleen de punchline minder. Ja, eigenlijk denk dat we moesten, ik denk dat we moesten omdraaien. Of tenminste iets anders moesten verzinnen. Of we moesten daar gewoon stoppen, zeg maar. Het was ook gewoon een leuke beginnetje geweest. Het rijmt gewoon, kale flikker, ga je haren knippen. Het is gewoon leuk. Jouw ma is dikker dan Antilliaanse billen. En het is goed voor een kind dat hij oplet voor gevaarlijke rampen. Kinderen, dit gebeurt er wanneer je rondrijdt met een schaar in je handen. Ik vond het wel echt jammer dat hij een muts op had. Ja, toch? Want het had meer effect gehad als het, die kale grappen hadden meer effect gehad als hij geen muts op had. Denk je dat, dat het karma is die mij kaal heeft gemaakt? Nu ik hier opeens aan denk. Nee, joh, tuurlijk niet. We meenden het niet. Nee. Niet helemaal. Zuiderston smeekte Waldo. Kom op, David. Laten we een team gaan maken. Ik doe alles voor je. Je hoeft maar iets te vragen. Ik pijp je. Hij liet hem blazen. Ik wrijf je. Hij liet hem aaien. Waldo zei dat klinkt wel lief en aardig. Maar ik wil het liefst je haren. Hij zei... Besef dat hij kwam veel later aan of zo bij het publiek. Op een of andere manier. Nee, ik ga je precies vertellen wat er is waarom dit effect had. Op het moment zeg maar dat ik zeg van... Dat klinkt wel lief en aardig, maar ik wil het liefst je haren. Yeah. Ik deed soort van ook op de manier hoe hij praat, hoor, hoe Waldo praat. Maar ik dacht dat op dat moment mijn mic viel. Oh. Dus ik kijk omlaag. Maar hun vonden dat effect tof, zeg maar. Want ze dachten dat ik zo van kijk van terwijl die aan het zakken is. Je weet Oh shit. Maar zeg maar, dat is op zich wel grappig. Ja, daar had ik niet zo van nagedacht. Jongen, knip dat eruit! Kennen jullie Waldo's strijd uit? Nou, dit was de strijd! Ik vind die echt leuk. Ja, maar ik denk dat alleen mensen die bij de barbecue was. Ja, klopt. Waarom ben je nooit aan gedacht? Dus er ging een verhaal rond over dat Waldo ging duiken in een struik. Dat was een filmpje. Er was gewoon een filmpje. Was een filmpje. Maar het is niet dat die filmpje per se viral is gegaan. Het was meer in die kleine community van... Ja, toch? En wij dachten van, oh mijn god, de hele wereld weet dit. En op MySpace sprak jij met fotosynthese.
Ja. Ik had gewacht dat zij was een deed. Wat ik las in het gesprek was fucking gay. Je kan wel mailen met de mattie, dat vind ik geen kutprobleem. Maar ik vraag me af waarom je op het einde van de bericht van fotosynthese kusjes kreeg. En hij daar ook letterlijk kusjes schreef. Hé hey, yo, in je battle doe je altijd hyper, Maarten. Je bent niet meer zo soepel, man, ik zie het aan je. Dit is Harry en Rob over 40 jaar, toch? Nou, dit is Poejol in zijn tienerjaren. Ik weet nog wat hier is. Hier is er wel iets misgegaan. Niemand zal dit weten, want dit is gewoon goed geperformed en alles. Oh ja. Maar ik moest eigenlijk de eerste twee zinnen doen, jij de derde, en moest ik de laatste doen, zeg maar. Ik zou dus die laatste zin, die tweede zin van je bent niet meer zo superman, ik zie het aan je, die moest ik eigenlijk ook doen. Dan zou jij zeggen van dit is Arjen Robbo over 40 jaar, toch? Oh zo, dus dat was 2-1-1. Ja, en dan zou ik zeggen van dit is... Maar eigenlijk is dit goed uitgepakt. Waarom? Omdat jij al tegenover Zuidenstorm stond. Dus ja, dat was gewoon, het moest gewoon zo gaan. Dat was sick. We zeggen dat toen gebeurde het gewoon. Ja, gewoon zenuwen. En je moet gelijk in... Zeg maar, toen dat gebeurde, dacht ik, oh shit, hij doet hem nu. Dus ik moet nu die andere zin. Je kan ook niet zo van naar elkaar kijken en zeggen van, oké, ik ben dit verpest. Dat is echt kut. Man, je moet gewoon doorgaan, man. Waarom ben je zo overbelicht? Ik weet het die ook niet. Die cameraman heeft iets opgefokt. Ik weet het ook echt niet, man. Hey, yo, ik kom met die true shit. En zo heb ik op eigen wijze elke battle gepakt. Bitch, jij komt met die true shit omdat je kleine meisjes in je kelder verkracht. Hij check zijn hoofd dan, vriend. Zijn leven op de middelbare school was triest. Hij mocht nooit op de foto. Omdat hij homo te veel bloot liet zien. Kijk Kosse, hoe jong hij daar was. Dat is gek, hè? Hij was volgens mij 14 of zo daar. Voor de eerste ronde, joh. Die shit is crazy. Bro, ik blijf wel zeggen, maar dit is wel nog steeds de hardste 2 tegen 2 battle. Ja, er is geen hardere 2 tegen 2 battle. In Nederland. Is er niet. Echt niet. In Europa. Tweede ronde, let's gizzle. Kan iemand mij vertellen wat er dope is aan Frasie? Niemand kent je lines, alleen je faux-imitatie. Oh ja, ik was er goed dat was in. Wat mij het meest irriteert aan die battle shit. Zelfs de gast van... Faux 16, ik ben faux. Gina feest in met je piano. Oh, faux, gruwelijk man, ja. Hij was een soort van meme in het begin met zijn intro, toch? Hij was gruwelijk, ja. Punch-out exclusive denkt ineens dat hij een rapper is. Ja, kijk toch naar die skere jongen. Niemand wil een vrienden worden. Geeft iemand jou een box, is dat alleen om je erin te stoppen. En ruik je... Oh ja, trouwens, wat hij zegt, Punch-Out Exclusive. Ik deed nog niet mee aan Punch-Out, maar ik deed gewoon al die battle-artiesten na. En zo was ik erin gerold. Klopt, ja, dat was het. Want Jordi Vissen vond het heel tof wat ik deed. Toen zei hij van, ja, vind je het niet tof om een keer te gaan battlen? Ik zei, ja, toch lekker, man. Ja, en plus, het was gewoon een goede, goed platform om zeg maar shine te pakken gewoon. Zeker. Ruik je clips met al je maten, daarvan maak je er toch iets te veel. Want je bent wel van de straten, maar alleen wanneer je Igor speelt. Ja, hebben jullie die filmpjes van die rare snuiter al bekeken? Dat is echt iets voor Jiske vet, aangezien dat vuilnis kan betekenen. En Naji, jij weigerde tegen Menis, waar ik niks van heb begrepen. Hij vond die match niet interessant, is wat ik op Twitter heb gelezen. Oh, dat je uit je nek lult, dat is nu wel gebleken. Je vormt een team met een gast die nog minder heeft bewezen. Maar toch props dat jullie accepteren tegen deze six splitters. Jullie leggen hier geen geld op. Dit is 7 keer zo ingewikkeld. Nee, je battle tegen Triple R, switch die van stijlen. Wat wilde je bewijzen? Je lines worden niet harder als je flink begint te krijsen. Ik checkte jouw video. Oh, hij moest er echt geld zetten op deze battle, man. Ja, jongen, maar zag je hoe ze het opfokten toen ze met z'n tweeën gingen? Ja, man. Wel jammer dat weer geen doekoe was. Maar wat geen doekoe volgens mij? Nee. Ja, bro. Die doekoe die toen met 7 ingewikkeld toen, zeg maar. Dat was ook... Dat, weet je dat niet meer? Ik ging het pinnen. Ja. Dat was mijn studiefinanciering. Ik had nog 3 barkie of zo. Hoeveel had en jij had nog 5 euro. Ja, dus die 3 barkie en die 5 euro deden bij elkaar. Ja. Een nieuwe clip, een meisje. Ja, dat heeft hij vastgeleerd van zijn familie in Turkije. Oh, ja. Hey, ik weet dat het voor die Zeeuwse tienermeisje het weer wat depressiever eindigt. Ik ben de meest beruchte storm sinds 1953. En ik spit op geen handen. Die was wel hard. Dat was echt een goede punchline. Dat is tof gewonnen. Ja, zeg maar. Zuiderstorm dist mensen grappig. We laten de meerderheid lachen. Conclusie, jullie hebben pas de winst in je handen op de dag dat Insano en G's met hun Twitter beef kappen of QC en El Deep samen een pilsje gaan pakken. En zijn vader heet Toos. Crazy man, tweede ronde, let's go! Hey yo! Yo! Ja toch. Ik moet wel zeggen dat in hun rondes, zeg maar, het waren naar mijn gevoel heel veel... Hierna kwamen ze echt met goede punchlines, maar veel waren ze van best wel onpersoonlijk ofzo. Ja, niet echt zo super gericht. Beetje globaal, je weet toch? Ja.
En dat vond ik wel jammer of zo. Vond ik ook wel jammer, want zeg maar, aan de ene kant konden ze heel veel al over jou zeggen. Want je had al heel veel battles en je hebt toch wel unieke dingen. En in die tijd had ik niet echt unieke kenmerken of zo. Dus dan begrijp ik. Je hebt unieke dingen. Ja, je weet toch. Maar zeg maar, dus toen de tijd hadden mensen daar wel last en moeite mee. Maar in principe hadden ze jou eigenlijk nog meer kapot kunnen maken. Had zeker gekund. Ronde 2. Hey yo! Yo! Jouw moeder heeft een kale pussy. En uit die kale pussy kwam er een kale pussy. Hey yo! Yo! Jouw moeder heeft een behaarde pussy. En uit die behaarde pussy kwam er een behaarde pussy. Besef zeg maar, het ruikt niet eens. Het is gewoon één woord wat je gebruikt voor 6 zinnen lang. Maar het was gewoon zo mooi dat er iemand kaal was en die andere guy die had gewoon lang krullend haar, zeg maar. Het contrast is gewoon perfect. Het is gewoon mooi. Nu als ik terugdenk hadden we er misschien nog meer wat mee kunnen doen, maar het is goed hoe het is, man. Er werd met hem gedold. Een Engelsman die zei hem... Hey mister, you look very old. I have been told you have hairy sweaty balls. And if you were a mobile, you probably had to be called a BlackBerry Bolt. Dat is gruwelijk, zeg maar. Ook dat Britse accent. Wat er al toen al in zat, je weet het toch? Ja, fucking gruwelijk. Ja, dat was echt leuk. Een boom van een vent, Waldo. Pas maar op, want ik hak vlijm scherp. Bomen worden pas kaal in november. Maar voor hem is het altijd herfst. En nu wil ik vind die nog steeds leuk. Ja, is leuk. Waldo, jij denkt dat niemand het doet net als jij. Hard werken tot je later iets goeds hebt bereikt. Je bent 29 en werkt in een supermarkt. Tuurlijk is het een moeilijke tijd. Maar loop niet te bitchen over de toekomst. Want jij moet je eerder zorgen maken om wat je vroeger kon zijn. En what the fuck? Bars. En what the fuck is dat, man? Een Koerdisch tapijt? Bitch, ik ga gestrekt wanneer ik je naam zeg. Maarten Been. Grappig, de enige plek waar je geen haar hebt. En ja, ik ben een Albanees. En ik een Arabische Turk, maar praat geen vuile bullshit. Ja, kom op, zeg maar dat ik een vrouwenhandel en dat hij een kuilenpoep bit. Zeg maar dat... Wat is het voor vooroordeel over Arabieren? Ik weet niet, dat was mijn eigen vooroordeel, zeg maar. Kuilenpoep, hoor. Dus jij hebt zeg maar iets super, weet ik veel, vrouwenhandel of mensen. Bro, ik zag je... Nee, maar laat me gewoon... Zeg maar, dit was onschuldig. Dit was een onschuldige vooroordeel. Waarom? Ik zie Irak op tv en ik zie alleen maar zand, toch? Je weet toch? Dat is wat ik zag. Bro, daarna, je weet toch, daarna weet je zelf van, oh, hun hebben ook steden. Je weet toch, maar ja. Op dat moment dacht ik van, ja, misschien poepen ze gewoon in kuilen of zo. Gelijk. Maar ik schoof het in zijn handen zo van, ja, zeg het maar zo, vieze racist. Zeg maar dat zijn president een luie hoer is. En bij zijn toekomstige vrouw waarschijnlijk een sluier goed zit. Maar voor je dat doet, zee. Zeker de Nederlandse volkslieden, zeg maar hoe Duits je bloed is. Dat is sowieso de beste baan. Wat een afsluiter ook, ja. Ik heb geen idee uit welk gat dat deze gozers komen. Ik wist sowieso niet dat er in Zeeland allochtonen wonen. Dat oude gezegd sinds Naadje er vertrokken was, nu Frazi daar alleen met nog wat verdwaalde moffen hangt. Ja, en jij zou niet meer in België gaan battelen als iemand je Belg noemt. Dat vind je zelf niet relevant. Newsflash, je bent ook geen Nederlander. Stop met battelen in Nederland. En jij een echte Turk? Nessim, please. Dit wordt vast een grudge, maar jij bent nog geen Turk als je chirurg was in Scrubs. Hey yo, wat doe jij in het kikkerland? Die vond ik echt hard. Die lijn vond ik wel hard. Ja? Ken je Scrubs? Nee, man. Dat is dus een ding, een acteur die heet Turk. Zeg maar, zijn personage heet Turk. Gruwelijk, ja toch. Maar dus jij was nog geen Turk als je een personage was in Scrubs, zoiets zei hij toch? Hij zeg maar wel hard, maar... Niet iedereen gaat die begrijpen, zeg maar. Wij bijna niemand gaat begrijpen, dat hoor je ook aan het publiek. Maar wel hard. Wat doe jij in het kikkerland? Ik snap er echt geen flikker van. Een Zeeuwse Albanees die geboren is in Zwitserland. Zij kwamen erachter dat jij in Zwitserland was geboren. Ja, maar niemand, zeg maar, al mijn info was ook niet te vinden op internet en shit, toch? Ja. Dus ik weet niet hoe hij erachter is gekomen dat ik in Zwitserland was. Raar. En een Arabische Turk die in België woont. Ja, volgens mij zijn jullie nergens welkom of zo. Ik ben hier racistisch en ik wil niet zoals Wilders zijn, maar zeg ik rot op naar je eigen land, dan stuur je ze op wereldreis. Gruwelijk.
chillen, we waren echt goed. Dit is hun derde ronde toch? Dus maar in hun derde ronde was wel hun sterkste ronde. Hier gingen ze vol op die manden shit en zo. Dat ik vind wel dat hun derde ronde sterker was dan die van ons. Ja man, klopt man. Onze eerste twee rondes waren echt super sterk. Ja, ik weet, om eerlijk te zijn, ik heb geen idee wat die derde was man. Ik heb het lang niet gezien. Ja, ik weet ook niet meer precies. Ik zal jullie eerlijk bekennen, ik lust die gasten rauw, want ik heb zin om te snacken. Ik pak mijn mes en vork en ik veel ze ter plekke en stop die multiculties in een box. Knor wereldgerechten. Fucking goede punchline eigenlijk, maar ja, omdat je, als je als je zeg maar gaat stammelen, dan is dat fucked up, man. Hey, en what the fuck, gast? Jij neus lijkt op een lul en je kin op een balzak. Hey, en weet je wat eraan het lijpst is? Hij is de enige die niet opschept als hij na het zoenen zegt dat hij gepijpt is. Ja, een naaltje met drie man. Daar is Frazi niet vies van. Heel de blok heeft hem genomen. Anus is vierkant. Fucking droog. Was het lijpt ook zo mooi. Ja. Hij floatte hem ook gewoon, zeg maar, leuk. Het is gewoon heel gedaan. Maar trouwens, Naji's zus heet Dunja. En is ze een beetje lekker ook. Ik zou er wel Dunja. Die had Romeo al gezegd, toch? Ja. Die had Romeo, zeg maar, al gezegd. En daarom reageer ik ook zo van, wauw. Ja, maar ik snap niet dat het publiek dat niet doorhaalt. Ja, ik snap ook niet dat het publiek daar zo heftig op reageerde destijds. Daarom zei ik ook van, wauw, serieus? Is dit het? Nee, toch? Maar ik ook. Oké, Romeo zei... Het is genoeg geweest. Straks verpesten we de zieltjes van die kindertjes. Da-da-da-da-da. That's all, folks. Dag, vriendjes en vriendinnetjes. Ja. Nog tijd over? Dan was het dan maar weer. Nee. Jammer einde. Een beetje een jammer einde. Voor zo'n sterke ronde. Oké, dan. Onze laatste ronde. Te trappen in een battle door een of andere neppe bitch. Ik zou hem steken. Rechts en links. In zijn nek en shit. Maar in plaats daarvan zei hij, ik wil niet vechten, ik geef hem de winst. Dus zijn mijn bars niet goed genoeg, dan trap ik hem wel, zodat ik deze battle win. Oh ja. Ik vond het een hele goede scheme. Het was naar mijn gevoel ook wel een goede scheme, maar weer omdat mensen niet weten waar het over ging. Ja, maar ik dacht van, oké, we leggen het even uit toch in die scheme. Want in principe hebben we het goed uitgelegd in de scheme. Van, hè, hij ging battelen, maar... Hij werd getrapt in die battle. Hij werd getrapt en toen zei hij van, ja, maar hij mag ook winnen, ik wil niet vechten. Je weet toch? Yeah. Van, ja, als ik dit nu verlies, dan trap ik hem wel zodat ik win. Je maar weet als toch, het viral was gegaan, dan was het leuk. Ja. Maar goed. Ik ken je zusje Eve. Aha. Die bitch die bukt meteen. Aha. Ik pak haar bij de krullen beet en als ik klaar kom, dan zuigt ze elke druppel leeg. Aha. Ik druk mijn lul in die trut, haar reet, haar kut gevuld met sperm en zweet. En omdat ik Nederlands haat, zorg ik ervoor dat jouw volgende generatie Turk spreekt. Ugh. Jesus, fuck. You had issues, bro. Vies. Agressief en vies. Kut gevuld met sperm en zweet. Wat? Wie zegt sperm? Van mij blijkbaar. Maar waarom zweet ik zo veel? Ja. Waarom komt er waarom zweet je lul? Ja, zo worden de Turkse kinderen gemaakt. Ik zie één zweterige dunne rol. Waarom zweet je lul? Dat is een mooie vraag. Waarom zweet je lul? Ik spoor van mijn lul zeg. Nergens op. Oh, wat mooi. Ja, dit is geweldig. Dat is mooi. Oh. Want Nadja had een tijdje geleden beats nodig. En Waldo wou zijn kansen nemen. Want ik kan views brengen en voor hem is dat een ander leven. Dus ik luisterde naar zijn beats en ik zei, ik zoek eigenlijk iets anders, weet je. Maar aangezien we vandaag toch battelen, Waldo, je beats waren kankerlelijk. Oh. En Waldo zei opnieuw... Dat was Team Koso. We gaan van de wereld stopzetten. Alsof iemand dat letterlijk wat fucking boeit. Houd toch op, maagdeling. Het enige wat jij stopzet is het menselijke bevolkingsgroei. En zal ik je vertellen waarom er een fout zat in je spit? Jij zei Zeeland is wack, man. Ik hou van die shit. Het kan ons geen kankermoer boeien dat je flauw grapt over dit. Want technisch gezien is het jouw land dat je dist. Straight facts, bars. Straight facts. Hij zei de storm moest eigenlijk een rode kaart battle doen. True story. Die safe... Ik zweer het, is echt waar. Echt waar, true story. Maar nu kom je ook met je mening, toch? Wacht even, wacht. Dat is ook zo mooi dat jij zeg maar opeens van achter mij komt. Even terugkijken. Zuiderstorm moest eigenlijk een rode kaart battle doen. True story. Maar Waldo die saved je ass. Geef hem mes, ik steek hem lek. Breek zijn lek als hij een meter rent. Voor Panshow doe ik niet eens mijn best. Omdat bitches als jij het voor iedereen verpest. Daarom vind ik het bullshit dat deze gay ass pack op de flyer staat als de main event. Dus ik put hem in een box.
En je moeder is een krultang. Zo doe je dat. Wat mooi. Een goede afsluiter ook. Ja. Echt zo mooi. Dit was een klassieke frasie. Ja, fucking classic man dit. Die einde. Maar zeg maar, wat ik wel eigenlijk heel grappig vind, dat we de tijd namen om zo'n scheme te verzinnen voor jou dan. Mm. Dat jij, dat wij het belangrijk vonden, dat wat wij vonden wie hier op de main event stonden en zo. Ja. Je weet toch, we waren ook dat echt in die, ja, we waren ook echt in het veld daar zo toen. Ja, klopt. Zeg maar, ik was een soort van ook echt boos dat hij op het main event stond, terwijl hij een rode card battle moest doen of zo. Ja. Dat deed het toe. Maar goed. Maar vind je hem niet lijken, kan je die film nou hier zien niet? Ik kom wel bekend voor, maar... Een van die gasten, hij lijkt daarop, man. Die soort van een beetje die nerdachtige gast, die slimme guy. Zeg. Oh. Ik ben wel benieuwd wat de jury ook alweer zei. Oh ja. Deze fucking battle, joh. Chris! Ja, geloof maar. Respect, maar respect, respect. Ja, jij ook maar respect. Goeie bars. We gaan naar de judges. Gonna be hella hard, man. Yo, dope battle. Het ging heel super gelijk op. Classic match. Ik denk dat Waldo en Zuidstorm toch wel de meest originele jokes hadden, maar de samenwerking tussen Frezy en Naadje was dusdanig goed dat ik hem een hun geef. Yeah. Ja, over Waldo en Zuidstorm toch? Ja. Zo, ja. Jullie waren... Altijd kut als de jury je naam niet kent. Ja. Zo kut. Laatst ook toen ik keek, die battle, welke was dat nou? Emo. Een van die battles waar ik tegen moest. Zei die iemand tegenover mij, die jury zei van, wat was je nam ook weer? El Diep, toch? Tegen wie? Tegen jou? Ja, tegen Emo. Of iemand waar ik tegen moest battelen. Oh, wat erg. Dat was zo awkward. Dope, maar dat was echt in de derde ronde. Toen kwam het ineens eruit. De eerste twee rondes vond ik eerlijk gezegd een beetje minder. Voor jullie, jullie waren gewoon erg. Gewoon erg. Jullie waren hard steen. Ja, jullie hebben kapot gemaakt. Ja, dope battle. Ook dope om te zien hoe het team... Hij was ook gruwelijk, man. Hoe heet hij weer? Fabian? Hij, deze gast. Of Robian. Hij heeft iets van Rups of zo, man. Oh ja, Robian, Rups. Rups? Hij noemde zichzelf Rups. Echt? Ook, ja. Ik vond hem wel tof. Gozer. Van maakte, eerlijk gezegd, eigenlijk ook wat Mackie zegt. Laatste ronde waren Waldo en Zuiderstorm heel hard. Maar toen ging het eigenlijk pas echt gelijk op daarvoor... de twee rondes daarvoor waren duidelijk de mannen in het wit hadden over, dus hij gaat naar die kant van mij. Fucking dope battle inderdaad. Samenwerking is hier cruciaal en dat is bij beide teams gewoon goed gelukt. Ik vind alleen de samenwerking van Nagy en Frezy veel beter. Er was geen stumble tussen, het was alsof er één gast aan het rappen was. En dat is fucking dope als je dat kan bereiken met z'n tweeën. Ik vond het overigens 2-1, ik vond de derde ronde vond ik wel voor Waldo en Zuiderstorm. Maar ik stem hierbij voor Nagy en Frezy. Ja, ik kon heel lang houden, maar ja, we zijn het allemaal denk ik een beetje één. Ik klopt ook dat het zo, echt zo heel... Ik weet niet, alsof het je oom is die praat. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon allemaal een beetje... Maar hij lijkt me ook zeg maar zo'n type als die boos wordt, dat hij helemaal rood wordt. Ja, zeg hij wordt gek. Hij wordt gek. Heb je ooit zo'n leraar gehad die helemaal rood wordt? Je nu ga je het les Hij lijkt me die guy gewoon, zeg maar. Ja, man. Ik heb naast je frasie heb ik echt dingen gezien die we nog niet in een 2-2 hebben gezien. Gewoon hoe jullie die samenwerking deden. Jullie hebben het absoluut heel goed gedaan, inderdaad ook de derde. Maar overal was die battle gewoon voor jullie. Hadden wij alle stemmen? Ja, man. Zo, ik dacht dat het nog verdeeld was, man. Ja, dat is wel een jantje, man. Het is een jantje, bro. Duidelijkheid, voor mij is er geen verliezer in deze. Verliezer. Hier was het ontstaan. Dat was zo mooi. Hij is ook extra toch helemaal door die comments heen gesleurd met die verliezer. Ja. Doodlachen. Oh ja, wij zingen wel een stuk, ja. Wat is er gebeurd? Dat is goed. Nadje en Frazi, hey, follow op Twitter, Nadje Music, Vieze Frazi. Boys of Nowhere. Yeah. 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 Ze waren blij. Altijd als je een battle wint, ben je echt blij. Ja, man. Ik ga heel eerlijk zeggen, bij één battle, ik weet niet meer tegen wie dat was. Het was een 1-op-1 battle van mij. Yeah. Waren ze aan het jureren, toch? En eindstand had ik gewonnen, maar echt zeg maar met één stem meer. Mm. En zeg maar live kreeg ik het gewoon niet mee. Ik dacht van, oké, maar wie heeft er nu gewonnen? Opeens, winnaar is Frazi. En ik dacht, was OT. Dus ik opeens van, ik wist dat ik ging winnen. Oh, die was een van de kutste dingen wat je moest doen, man. Niemand heeft dat ooit gehad? Ja, één keer tegen Emo.
moest ik een OT doen. Toen had ik gelukkig wel een paar voorbereide bars, zeg maar. Hij ging helemaal freestylen, toch? Klopt. Toen had ik die winst gepakt. Klopt. Maar ja, als je geen OT hebt voorbereid en je moet een OT, dan sta je er echt als een lul, hè? Ja, ja. Dan moet je echt goed kunnen freestylen, man. Ja. Die druk, bro. Mensen zijn daar, camera's, je denkt, shit, man, ik moet het doen nu. Ja, man, en ze horen gekke bars de hele dag en in één keer snap je, opeens kom jij daar vet kut freestylen. Ja, check mijn leven, problemen. Hij is pik. Nee, maar... Al met al wel echt een classic dit, ja. Dit gaat niemand ons meer kunnen afnemen. Nee, zeker niet. Het is iets wel waar ik trots op ben. Ja, dit is want, wij kwamen wel van een hele andere hoek. Je weet toch, dan al die boys hadden echt altijd iedereen mee. Wij kwamen eigenlijk met een standaard groepje van 5 of zo. Bro, besef dat als die dag Kosovo zo niet waren gekomen, was het niemand. Hadden wij gewoon geen soort van ding. En hun waren ook maar met 4 of zo. Met wie kwamen wij die dag? Wij waren solo, bro. Wij waren met z'n tweeën gekomen en Lobo had ook een sessie toen. Of een sessie. Een battle. En dingen, maar hij kwam apart. Hij kwam met de andere groep, precies. Later. Ja, ja, ja. Was wel een leuke tijd. Ja. Was mooi. Echt een mooie tijd. Goed, voor de mensen thuis. Het was gezellig. Laat even vooral in de comments weten wat jullie ervan vonden. Laat in de comments weten als je nog iets leuks hebt waar ik op zou kunnen reageren. Vandaag hebben we gereageerd op de 2 tegen 2 battle, zoals jullie wouden. Like, abonneer. Je kan hem ook overal volgen. Frazi. Lekker. Gewoon Frazi? Frazi. Wat goed. Ja. Nou, dankjewel. En tot de volgende keer. Doei!